De coalitieleiders Chandrika Prasad Santokhi, Ronnie Brunswijk, Paul Somohardjo en Gregory Rusland hebben vanmiddag het regeerakkoord 2020-2025 getekend. De ondertekening vond plaats na een persconferentie van de president en vicepresident-elect. In het regeerakkoord zijn de urgente zaken die in de komende 9 maanden aangepakt zullen worden aangegeven. Het onmiddellijk intrekken van de valutawet is een van de speerpunten van de aankomende regering. De wet wordt gewijzigd waardoor gezagsdragers te alle tijden ter verantwoording geroepen kunnen worden, ook al zou dat door de rechterlijke macht moeten geschieden. Aanpassing van de wisselkoers als onderdeel van een integraal economisch beleid is ook een topprioriteit. Senior Policy Advisor van de VHP en aankomende minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien, hield de media een samenvatting voor. Het gaat erom in eerste plaats om beheersing van de financiële economische crisis. Dat is het eerste paragraaf en u begrijpt waarom. Ten tweede de economische groei en diversificatie om een stukje gezondmaking verder voor te zetten. 3 enorm belangrijk, democratie, bestuur en good governance. We weten hoeveel corruptie er is geweest. We weten hoe het moraal is. Hoe het moraal is verslechterd. 4 gaat over sociaal beleid. We weten dat er armoede is. We weten dat mensen het moeilijk hebben. Er moet specifiek beleid komen om dat op te vangen. 5 ruimtelijke ordening en regionaal beleid. Het gaat niet alleen om Paramaribo of de stedelijke gebieden, maar het gaat zeker om het binnenland. 6 is het buitenlands beleid en veiligheidsbeleid. En 7 de rechterlijke macht. Een versterking van de rechterlijke macht om datgene wat gedaan moet worden om vertrouwen te creëren, binnenlands en buitenlands, ook in juridisch opzicht te garanderen. Dit is een beetje zwaar. President-elect Chandrika Prasad Santokhi ging in op de wisselkoers. Hij zegt dat vanaf de aankomende coalitie de verkiezingen heeft gewonnen, de financiële wereld ook het vertrouwen heeft dat het goed komt met de economie. Wanneer kwam die koers op een bepaald niveau? Wanneer alle maatregelen getroffen zijn, pakket aan maatregelen, integrale maatregelen, dan zal daar het punt komen van die economische wetmatigheid. Nu is de koers gedaald. Vanwege 1 aspect, maar vertrouwen. Vertrouwen dat er een nieuwe regering is gekomen, terwijl we geen enkele maatregelen nog hebben getroffen. En die maatregelen gaan wel komen. En uiteraard gaan we kijken waar die economische wetmatigheid zal zijn. Het zijn allemaal economische parameters die in werking gesteld moeten worden. Hoeveel SRD's zijn er? Daarvan moeten we informatie krijgen van de centrale bank. Waar zijn die SRD's dan, als ze niet gevonden kunnen worden? Nogmaals, al die zaken worden uitgewerkt. President-elect Chandrika Prasad Santokhi vandaag voor het ondertekenen van het regeerakkoord 2020-2025, waarin maatregelen zijn opgenomen die de economie van Suriname moeten herstellen.